Ja, overal gezien denk ik dat Ajax wel fases hadden waar ze veel balbezit hadden. Maar dan wisten we dat het ging gebeuren, want het is hun spel. Maar we hebben misschien iets te weinig daartegen geboden, maar er zat wat meer in gezeten, denk ik. Was je misschien net als ik een tikkeltje verbaasd? Dit jong Ajax, waarvan de meeste spelers van jong Ajax gisteren in Luik gespeeld hebben, was eigenlijk een verjongd jong Ajax tegen een versterkt jong PSV. Ik had iets anders verwacht. Ja, ik weet niet. Ik volg jong Ajax niet zo en ik weet niet wie daar wekelijks spelen en zo. Alleen, ik heb wel vernomen dat er een paar jongens gisteren meededen bij het eerste dan. Maar dat is niet altijd een voordeel als er veel spelers dan wel of niet meedoen. Het verschilt altijd. Dus bij Ajax denk ik zo en bij PSV ook. Dus elke week is een andere samenstelling. Dus het maakt niet zoveel uit, denk ik. Niet tevreden over het resultaat. Ik kan me wel voorstellen dat je tevreden bent over je eerste uur na je blessure. Ja, inderdaad. Het ging goed. Ik heb geen last, geen reactie. Ik durf het alles aan. Ik kan nog wel wat langer door kunnen spelen, denk ik. Maar we hadden vooropgesteld een uur, dus prima. Het was een ingepland uurtje. Inderdaad. Hoe heb je de afgelopen weken ervaren? Want het is iets bizars. Hè? Je raakte geblesseerd bij Rostov uit. Dan kun jij niet spelen. En moet jij aan de zijkant toezien hoe je ploeg, hoe je clubpie, hoe je teammaten zwoegen in de Europa League of in de Champions League, in de beker, in de competitie. Inderdaad, er is heel wat gebeurd in die 2 maanden. We hebben wat mindere resultaten geboekt natuurlijk. Het zat niet allemaal mee. Maar ik hoop gewoon er snel weer volledig bij te zijn en dat we het om kunnen gaan zetten en we alles gaan winnen. Wat maakte dat het nog lastiger? Jij geblesseerd, Guardado geblesseerd. Het was eigenlijk het slechtste moment om geblesseerd te kunnen raken. Ja, elk moment dat je geblesseerd raakt is vervelend natuurlijk. Maar als twee mensen voor die positie dan ook nog eens achter elkaar geblesseerd raken, is dat heel zuur natuurlijk. Maar het doet toch wel met je als je ploeg zo ziet en je wilt gewoon heel graag helpen, maar je hebt geen directe invloed. Dus dat is vervelend. En nu, na vanavond, Jorrit Hendricks weer gewoon in de A-selectie, gewoon volwaardig speler, kan gewoon spelen. Is weer helemaal fit? Ik ben inzetbaar, ik kan gewoon spelen. Maar natuurlijk, je hebt 11 weken heb je niet gespeeld. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je weer zomaar weer gaat spelen natuurlijk. Dat maak je bij iedereen mee met langdurige blessures. Maar ik voel me goed, ik ben er klaar voor om gewoon minuten te maken. Dus we gaan het zien.